Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer is het een reeks kwartfinale battles en we komen steeds dichter bij die uiteindelijke winnaar van dit seizoen. Ik heb zoals altijd natuurlijk mijn vertrouwde juryleden bij me. Aan deze kant heb je Adi Montenegro en gastjurylid El Diep. Aan mijn andere kant heb je natuurlijk Kimo en onze jurylid Excellent. En de battle die wij op dit moment gaan behandelen, dat is de battle tussen het draak en de zwollenaar. En ik begin dit keer bij Adi Montenegro. Wat vond jij van deze battle? Ja, fucking hard. Hele harde battle. Ik had bij draak, ik vond het heerlijk dat hij lekker boos kwam. Hij had zo'n lekker boze delivery. We hadden het over delivery. En, deze gast is gewoon een voorbeeld van hoe een delivery kan zijn, weet je. Ja, ik heb wel genoteerd dat het is beter dan ik, niet beter dan mij. Mij is bezittelijk voornaam. Dat zijn wel dingen waar we op moeten letten. Ja, de lines die zijn alleen iets minder van draak. Draak is zo'n gevalletje van, de lines die zijn nog niet waar ze moeten zijn, daar moet hij aan werken. Kan zeker komen, maar zijn delivery, top. Wat ik bij Zwollenaar had, ik had een vader-zoon-lijn heb ik geschreven. Dat die fucking dik was. Ik weet niet of iemand van jullie nog wist waar die vader-zoon-lijn was. Zelfs gefriendzoond in het vader-zoon-relatie of zo. Ja, je wordt gefriendzoond in die vader-zoon-relatie. Ja. Dat zijn lines. Je weet toch, dat zijn lines waar we met z'n allen zitten zappen. En dat wil je creëren. Je weet toch, dat vind ik fucking hard. Hij is fucking grappig, die Zwollenaar. Zwollenaar is voor mij, is dat een uitschieter. Dat ik had hem nog niet eerder gezien. Nu heb ik hem gezien en nu zeg ik eerlijk, deze man is een probleem voor de nieuwe generatie, man. Deze man is 15. Ja, man. Deze man is 15 en deze man die murdert nu al gewoon. Ik zeg je eerlijk, je kan hem tegen de helft van die kaart zetten en hij murdert gewoon. Deze man is fucking hard. Wat had ik geschreven? Ja, X dacht zelfs dat het klaar was op een gegeven moment. Zo hard kwam deze man. Ze lijken een beetje op elkaar ook, als je naar hem kijkt. Weet je. Dus ik was even kwijt wie begon. Het was een soort van mirror match. Ja, man. Ja, ze lijken echt letterlijk in de spiegel. Ze lijken echt op elkaar. Heerlijk, man. Ik vind het tof dat je van die young boys hebt, jongere gasten die gewoon echt op dit niveau al zijn. En ik weet niet hoeveel battles hij hiervoor heeft gedaan, want hij heeft al een paar keer gebattled. Ja. Maar als hij hiervoor ook zo was zoals nu. Ik hoorde net van X van nee, hij luistert gewoon naar wat jullie zeggen. Het feit dat je hem hiervoor niet kende, zegt misschien al genoeg, natuurlijk. Ja, ja. Of misschien zegt gewoon dat jij niet kijkt naar onze shit. Maar hey, ik zeg je eerlijk, deze man is een probleem. Als hij gewoon zo blijft gaan in die lijn, want ik heb gehoord van X dat hij steeds beter wordt. Elke battle, als hij nu al een beetje op de helft zit. Dan wil ik niet eens weten hoe die over een paar battles is. Ja, want Ed, jij hebt hem natuurlijk al vanaf de auditie gezien en het vorige seizoen heeft hij ook wat battles gehad waar hij niet echt jullie hart had gespeeld. Afgelopen seizoen, zeg maar. Ja, het seizoen waar we nu de finales van hebben, zeg maar. Daar heeft hij nog niet echt je hart gestolen. Nou, het was het potentieverhaal waar ik elke keer over heb, man. Hij heeft laten zien al in de try-out dat hij potentie heeft. En dan is de kunst om van die potentie wat te maken. Je hebt ingrediënten, dan moet je nog koken met die ingrediënten. Vandaag heeft hij gekookt, man. Hij heeft servetjes uitgedeeld, tandenstokers, alles, bro. Maar hij heeft gekookt vandaag, bro. Zeg maar dat hij alle elementen die je als persoon Ja, man. Dus hij heeft alle elementen laten zien. Bars, jokes, delivery, personal, alles. Hij heeft gewoon alles laten zien vandaag. Klaar, die man is gegroeid. Alsof hij elke battle bestudeert wat voor kritiek hij krijgt en feedback. Hij neemt het mee en hij komt volgende battle weer terug met al dat soort dingen. Geïntegreerd in wat hij doet. En dan krijgt hij weer feedback en dan komt hij weer terug en dan neemt hij weer dat mee en dan is hij weer... Ja, vandaag heeft hij wel echt zijn beste werk laten zien tot nu toe. En hij heeft gewoon weer elke puntje van kritiek van iedereen meegenomen. En overal aan gewerkt. Draak, dit was dan zijn eerste battle, dus hij heeft nog niet echt tijd gehad om kritiek te krijgen. Maar wat vond je van zijn allereerste... Ja, hij heeft zijn try-out gedaan, hij was op zijn try-out gekomen. En hij was oké in deze battle. Hij was niet slecht, hij was niet geweldig. Niet door van huis te appen, maar hij was zeker niet slecht. Hij was oké. Maar er is nog aardig wat ruimte voor verbetering, man. Als je het dan zeg maar hebt over die ingrediënten die je vaak noemt, zeg ja, maar, toch, ja toch. Welke ingrediënten moet hij nog zeg maar voor naar de supermarkt of zo? Nou, wel anders. Hij moet haymakers, man. Okay. Hij moet de bars hebben. Die bars die je gezicht zuur maken alsof je een citroen hebt gebeten. Zulke bars moeten er nog erbij, snap je? Die. Want dat is Zwollenaar had het namelijk wel.
Zwolle naar het blauw, die bars, waardoor je even iemand, degene naast je aankijkt van, weet je toch? Ja, ja. Ja, dat wel, man. Snap je? Dus dat effect moet Dave nog hebben, man. Okay. Dat effect moet die heen maken. Ik wil even iets tussendoor zeggen, aangezien Zwollenaar luistert naar onze kritiek en zo. Ik vind dat Zwollenaar het enige minpuntje Zwollenaar. Het is geen minpuntje, het is onzin. Het is geen minpuntje, het is een verbeterpuntje. Neem iets meer rust. Probeer iets meer rust tussen je lijns, tussen, je weet toch, het gaat allemaal zo snel. Je kan even wat meer rust nemen, dan kan je ook eigenlijk wat meer spelen met de woorden, met je flow, met hoe je het brengt, et cetera. Dus let daar alleen op, voor de rest. Dan hebben we ook meer tijd om je bars op te schrijven. Precies, dat is het. Want je hebt nu niks opgeschreven? Ik heb zeker wel wat opgeschreven. Ik heb bij de Zwollenaar ook aanzienlijk meer opgeschreven dan bij Draak. Wederom dit voor het eerste blok. Zat gewoon de sfeer zat er goed in. Die was ook al neergezet door de battle hiervoor. En deze mannen gingen daar op voort en nog een stapje verder, is mijn vraag. Zwollenaar, hij heeft een aantal battles gedaan. We hebben hem heel veel credits gegeven voor zijn leeftijd. Het is zoals gezegd een jonge jongen. Mijn hart had hij nog niet gestolen. En dit is de eerste keer dat hij echt een performance neer heeft gezet. Dat ik niet alleen een groei zag, maar dat ik ook echt verbaasd was door wat hij neer heeft gezet. Hij kwam echt met in het begin. Geniaal, we lijken op elkaar, we zijn even goed in maagd zijn of dat soort dingen. Dus een klein beetje zelfsport was nice. Kijken daarna ook over Draak, dat hij op de dik van Mitch zit. En toen ging hij naar onze Issy van den Berg, zei hij van, dus zij is niet de enige ginger die op Mixen dik zit. Mm. Daar ging hij over nog wat gamebars, de hele hoed over je visie als bij Assassin's Creed. Yeah. Skyrim job, hoorde ik voorbij komen. Je gooit niet de W van Westside, maar de W van Weimar. Toen hij een soort van betichtte van nazi's zijn of zo, zoek het op, Weimar Republiek. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, heeft hij gelezen boeken. Kimo, schooling was. Hij zei ook iets van, hij betichtte hem van het zijn van een homoseksuele medemens. Dus niemand keek hem aan met een straight face, zei hij. Even kijken, het ging aan je hoofd voorbij, net als capoeira. Ja. Waar ik hem ook aan. Albufeira. Ja, had op het einde een klein stampeltje erin zitten. En Mena zei echt een soldaat. Ja, bij het leger des heils. Ja. Ik vond het wel op waar net zeggen. Dat zei Sirius Jones? Sirius Jones? You a soldier. For who? The Salvation Army? Ja. Maar ik begrijp dat hij die nog niet heeft gezien, maar Sirius Jones had al zo lang. Het is wel een voordeel. Ik kijk niet al die Amerikaanse battles, dus jullie kunnen mij helemaal voor de gek houden. Maar mijn collega's hier hebben het meestal wel gehad. Ik denk niet persoonlijk dat hij. Nee, ik denk het niet. Sirius Jones is zo OG dat. Ja, soldaat, voor zijn tijd of zo, denk ik. Kan ook inderdaad gewoon gevonden worden. En Draak, hij was inderdaad hype, maar hij miste nog de bars. Ik heb eigenlijk maar één bar echt van hem opgeschreven. En dat was iets van: je moeder gaat met een liniaal naar bed. Om te kijken hoe lang ze heeft geslapen. Dat vond ik wel nice gevonden. Ik vond het tampons gooien, werkte niet echt. En toen kreeg hij hem terug in zijn face. Ik heb grappig. Ik heb afgelopen seizoen al gezegd, als je props meeneemt in een battle, moet het wel echt werken. Ja, het moet echt een game zijn. Anders zit je de hele dag met tampons in je zak. Voor dat? Dat is eigenlijk een grotere joke dan heel je reis naar plan C, met tampons in je zak. De hele tijd timer in die benauwde zaal met tampons in je zak. Ik ben echt blij dat je dat hebt gezegd. Want ik ben nooit een fan geweest van mensen die dingen meenemen en dan zo'n goochel. En dan, maar het moet heel impact. Het heeft ook wel in battles gewerkt. Hoor. Bijvoorbeeld Giant met die plank. Ja, dat bedoel ik. Maar die reactie moet je wel echt hebben. Anders is echt lullig. Je komt met die prop die je de hele dag hebt meegeschouwd. Je gooit hem en dan crickets. Mijn lievelingsmoment ooit met props was dat iemand met QC battle tegen iemand. Ik heb mijn eigen. Ja, daar kan het wel weer in. Later ook nog gekopieerd door O'Shea. En hoe heette die ook alweer? Die grote gozer uit de meer, Charlie Clips. Oh, kan. I'm smart, I bought another one. Precies, dat was na QC, dus dat vind ik wel tof. Dus die Amerikanen bijten gewoon onze shit. Internet is weer een smack. I wanna race. Hey Aldeep, heb jij misschien wel wat Draak bars? We hadden het eerder over dat soms worden shots fired in battles naar andere rappers. En Draak begon over Jasper en over een andere battle tegen wie hij had. Hij heeft dus ook in de eerste ronde had hij shots fired naar een dude die Jasper. Yeah. Het kwam helemaal uit. Wie de fuck is Jasper? Hij had zeg maar een auditie battle, dus zijn voorronde battle. Nu is hij tegen iemand en diegene het laatste moment afgezegd. Precies, maar hoe hij dus dat bracht was een beetje... Nu om, ja. Niemand weet wie Jasper is. Ik vond die tampon inderdaad...
paar kritische noten. Het was een hele dope battle sowieso, maar was een Anne Frank line met Kast. Dat heb ik al heel vaak gehoord van Draak, helaas. Zijn delivery, zijn manier van doen is heel dope. Wat X zegt, dat het inhoudelijk inderdaad qua lines een beetje minder soms. Hij is wel komisch, hij is apart. De Zwollenaar, we hadden het net over die, je hebt gelijk die Leger des Heils bars. Nou, ik ben ook een soort URL verslaafde. En Chess zei in zijn battle voor URL, een Amerikaanse battle rapper. These bars stick with me through thick and thin, they get me through the hard times. En de Zwollenaar zei, door dik en dun, door barre tijden. En dat lijkt wel heel erg op, ik ben een beetje kritisch. En toen dacht ik dacht meteen van dik en dun door barre tijden, dat heb ik letterlijk in het, en dat gebeurt wel vaker, maar ik dat zeg... Dat is iets meer recentere battle dan die dat recentere. Dat is een battle van een half jaar geleden. Snap je? En ja, maar, die bedoelt iets van 10 jaar geleden ofzo. Nou, echt scherp al. Maar die Duitse jokes, die vond ik heel tof, van Zwollenaar, waar jij het over had, Kimo, hij had een paar, en had dan ook een hele dope line over waar jonger. Vooral vandaag dope lines over UWV en waar jong gooit, maar... Ik vond een Zwollenaar, hij is 15 hoor ik net. Yes. Ja, hij is nu al heel. Hij is nu al heel dope. Dus zou hij een jonge LD van 15 hebben gebeld? Nee, dat is een goede vraag. Als ik 15 was, zou hij hebben gewonnen. Hey, luister dan, Zwollenaar zou ons allemaal gesmoked hebben op onze 15e man. Doe normaal. Doe normaal man. Maar wij waren 15 in een hele andere tijd. Ja, klopt. Ik wel zo. Dat is wel wat toch. Toevallig toen ik 15 was voor Tupac. Maar de meeste. Wow. Ik begon op mijn 16e lichtjes een beetje te freestylen, knullig en zo. Dus ja, Zwollenaar had mij gesmoked. Ja, en nog heel veel anderen met ons. Heel veel anderen met ons, trust me. Dope. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is, Zwollenaar had volgens jou, net als wat Excellent zegt, eigenlijk de meeste juiste ingrediënten in deze battle. Ja, ja klopt. Ja. En ook gewoon wordplay, manier van delivery, heel volwassen. Vooral gezien zijn leeftijd, volwassen manier van schrijven en van delivery. Ja, hij was ook heel present, ook had ik het gevoel. Hij was aanwezig. Dat hij, zeg maar, hij was niet geïntimideerd of iets in die richting. Oké, spannend. Nou, ik denk dat als alle battles genoemd zijn, dat het tijd is om naar de cijfers te gaan. Adi, jij mag als eerste jouw cijfers voor Draak tegen Zwollenaar. Ik heb Draak heb ik een 7 gegeven. Net als bij Olholo, die moet ik niet te noemen natuurlijk, dat slaat nergens op. Maar Draak die heb ik een 7 gegeven, want ik vond dat zijn delivery gruwelijk was, alleen hij moet gewoon even iets meer haymakers, iets meer lines erin gooien. En de Zwollenaar heb ik een 8 gegeven. Oké, 7 naar 8, een groot verschil. Excellent, jouw cijfers? Draak was het toch? Draak tegen Draak een 6, en Zwollenaar ook een 8 man, verdiend man. Ja man, ja man. Hij heeft de hele seizoen gestreden vanaf de theatervoorrondes en dan komt hij een jaar later eigenlijk alles meegenomen wat iedereen al gaf aan opbouwende kritiek en bam, zet hij dit neer. Hij heeft zijn eerste jaar eigenlijk gebruikt als... leerproces of zo, weet je, ervaring opdoen enzovoorts, ja. En dan komt hij met dit en vanaf dit moet hij niet meer verder bouwen en naar de next level gaan. Dus, en dan, het is nu zomervakantie. Ik hoop dat hij ook over is gegaan naar de volgende klas, maar wat POB betreft is hij in ieder geval over naar de volgende klas. Ook jij krijgt een sticker op je schrift. De tussendoor nog zeggen, want jij zegt net van ja, je checkt die battles niet meer en zo. Dat is niks persoonlijks. Ik keek altijd, Pancho keek naar mezelf. Daar keek ik de battles voor, je weet toch, en nu zie ik mezelf niet meer. Dus het is lastig om... Nu ga je weer kijken hoor. Nu kijk ik naar mijn oude foto's. Oké. Gastuk. Waar waren we gebleven? Bij Adi een 7 en 8? Ja, nu zijn we weg hier. Ja, sorry. Dope battle. Draak had die energie. Daar is ruimte voor verbetering in de lyrics, in de punches. Maar je krijgt voor die energie toch een mooie 6,5 van mij. En Zwollenaar heeft zijn huiswerk gedaan. Hij is glorieus over naar het volgende jaar. En hij krijgt van Ome Kimo een 7,5. Dat is ook een puntverschil. Ik ben ver van Zwollenaar. Ik ben ver van Zwollenaar. Cum laude associeren. 7,5 is geen cum laude. Nee, maar volgens mij moet je dan een 8 of 9 hebben of zo. Dat weet hij uit. Ja, die persoon is ook cum laude. De draak. Ik heb gelukkig geen line van daar steek ik de draak mee. Die ga ik nog halen. Horen maar. En ook niet ik spit vuur. Dus die clichés. Oh, ik was echt bang om die te horen. Steking, ja, ik heb een Niffy, daar steek ik de draak mee. De draak, 6,5. Maar wel zie wel potentie in hem. Vooral zijn manier van doen. Ik vond het leuk om naar hem te kijken. De Zwollenaar een 7.
Maar dat gaat zonder twijfel alleen maar omhoog bij zijn volgende battles, denk ik. Maar ik ben al heel erg onder de indruk van. 6,5 en 7. Yep. Duidelijk, dat zijn alle cijfers. We gaan even alles heel snel berekenen en dan ben ik zo terug met de eindcijfers. De gemiddelde cijfers. Voor Draak is dat geëindigd op een 6,5. En de Zwollenaar is geëindigd met een hele mooie 7,6. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die cijfers kunnen geven. Jullie kunnen ook stemmen op deze geweldige battles. www.punchoutbattles.nl, daar kan je je eigen stem uitbrengen. Daar kan je ook zien uiteindelijk wie er heeft gewonnen. Ik bedank mijn lieftallige juryleden. Aan de linkerkant heb je Adi Montenegro en onze gastjurylid El Diep. Aan mijn rechterkant Kimo en Excellent. Mijn naam is Demo en je ziet me weer bij de volgende Punch Out Battles The Judgment. Ra 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 ra. En voor Adi... Blech!